Oh my god, mensen. Vandaag is het dinsdag. Dus zeg we. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi. Nieuw dag, nieuwe video. Welkom bij een nieuwe video, hè, like dat ik daar juist zei. We gaan vandaag een keer een movie room tour doen. Dus ik heb een paar dingen veranderd in de movie room. En daarom gaan we in de movie room. Een rondleiding geven, wat ik allemaal uitgestoken heb, en dan kunnen we dat ook een keer zien. Hier zijn we momenteel in de oude kamer van Zoe, van mijn stiefdochter, zo. Dus daar is er een deur die eigenlijk zo naar boven gaat, naar de zolder, en daar is eigenlijk dan de movie room. Dus we gaan beginnen bij begin. We gaan het deurken open doen. En ik zou zeggen, geniet van de rit. Want het gaat echt een rit worden. Hè? Dus zet je op je gemak, op je stoelke, in je zetel. Of leg je een beetje buiten, het is gewoon weer. Hè? Leg je zo in een lichtzetel of zo. Ik weet het niet, doe wat je wilt. Maar pak iets voor te drinken, voor te eten. Dat je op je gemak zit, hè. En ik zou zeggen, geniet van de video. Let's go, yo. Dus ja, voilà. We gaan hier de deur open doen. En wat zien we direct? Een poster van Darth Vader van Star Wars Revenge of the Sith. Zo. Voilà. Dus vroeger was dat allemaal... dat is nu allemaal in het wit, maar vroeger was dat dus allemaal volledig bruin. Ouderwets allemaal. We hebben dat allemaal geschilderd. Zo, we hebben hier dus een leuning aangedaan, we hebben die tapijtjes gedaan. Zo, dat is allemaal proper gemaakt. Zo, dus we gaan een keer naar boven gaan. En hier zie je dus allemaal foto's hangen. Van ik, mijn nicht en de Koen daar met allemaal bekende mensen. De Casper van Dien, David Hasselhoff, dan die kan op zijn naam niet komen, die een gast van... de Goonies en van Lord of the Rings. Zo. Voilà. Dus dat zijn allemaal foto's. Zo. Als we ons hier nu draaien, is hier een kalender van Star Wars. Zo. En dan, als we gewoon een beetje naar boven gaan, zien we hier allemaal minifigures van Angry Birds van Star Wars. Zo. Dan zien we hier een tekening van Indiana Jones. Een kookboek van The Turtles. Een langspeelplaat van de soundtrack van The Last Dragon. En dan daar nog een ijzeren plaat van Retro Cinema Movie Nights. Zo. Dus we gaan nu verder naar boven. En ik ga hier een keer draaien. Dat je een duidelijk beeld hebt. Dus we zijn zo naar boven gekomen. Voilà zie. Dus ja, dat is de movie room, mensen. Zo, een keer vlug een draaike pakken, voordat we een beetje in detail gaan. Zo, we zullen eerst beginnen bij de films. Dus dat zijn twee kasten volledig vol met films dat ik al gezien heb. Staan allemaal alfabetisch gerangschikt. Dus met zo'n plaatjes, ik vind dat super makkelijk. Zo, dan hierboven hebben we... de wagen van Ghostbusters, dat ik een keer gevonden heb op de rommelmarkt voor 5 euro van Playmobil. Nog een figuur van Ghostbusters en dan nog wat popcornpotten. Zo. En hier nog een tas van It. En dat zijn de koekjes van Squid Game. Zo, van die scène dat ze dat daar zo moeten uitgraveren. Anders worden ze neergeschoten. Dus dat zijn al de movies. Dan hier is er een soort van kruipzolderke. Maar dat ga ik natuurlijk niet zoveel tonen. Gewoon met allemaal wat grief erin. Zo. Dan je schoon kunt toedoen. Voilà. Dan hebben we hier twee puzzels hangen. Die super moeilijk waren. Hey, die was toch alles super moeilijk. Van Batman. Dan hebben we hier nog een puzzel van Marvel. Dan hebben we hier de computer. Dus waar ik mijn video's edit. Dat is altijd dat lampje dat ik aan heb voor mijn video's te maken. Dat je in de Action denk 6 euro of zo gekost.
Super handig. Hele goede computer. Ik heb hem zeker al 8 jaar en dat werkt nog altijd even rap. Dat is een HP Omen. Super goede computer. Denk, moest die ooit kapot zijn, zou ik direct weer zo een kopen. Want dat zijn echt, echt super goede computers. Voilà, hier een stoel. Voilà, de bureau. Printer, bla bla bla. Dus hier, vorige week hebben we hier 2 hele lange planken geïnstalleerd. Dat zijn 2 planken van 2,5 meter, dus in totaal 5 meter. Zo, met van alles erop. We zullen een keer in detail gaan. Dus hier hebben we Baby Yoda. Voilà. Dan een beetje van alles van Star Wars. Popcornpotten, Infinity Ventjes. Zo. Voilà, een beetje Lego. Een boek, een strip. Dan hier nog Lego. Millennium Falcon, Lego. Een grote Funko Pop van Baby Yoga. Yoga, Yoda. Dan nog wat Funko Pop. Dan hebben we hier een beetje Batman. De 4K van The Dark Knight Rises. Eigenlijk een keer heel goedkoop kunnen kopen op... Bol voor, denk ik, voor 16 euro, met van alles in, met kaarten en poster en bla bla bla. Dan de soundtrack. Dan popcornpot van The Flash. Een poster van The Flash. Dan de Batmobile, liever gezegd, van Lego. Een grote Funko van Batman. Daar de 4K steelbook van Batman. En nog een ijzeren plaat. Nu gaan we hier zo een keer rondgaan. Dan hebben we hier een beetje Back to the Future. De nummerplaat van Back to the Future. Nog een puzzle die daar staat. Dan de Fast and the Furious wagen. Van Dominic Toretto. Zo, Lego Technics. Dan hebben we hier nog kleine wagentjes van de Fast and the Furious. Nog een popcornpot. De films allemaal. Dan hebben we hier een beetje Marvel. Van die Avengers enzovoort. Zo. Voilà. Een boek daar van Marvel. Strip. Beetje Lego. Spider-Man. Dan hebben we hier het kasteel Masters of the Universe. Castle Grayskull. Dan hebben we daar al de seizoenen van He-Man. Van Masters of the Universe. Een grote Funko Pop. En hier hebben we... Oh, dat ligt hier omver. Voilà, hebben we hier nog een beetje Wolverine. Toestand. Voilà. Dan hebben we hier een muur. Of het dak eigenlijk. Dan moet eigenlijk vol met posters komen. Maar dat is nog voor later dan. Dan hebben we hier 2 hele grote figuren van Star Wars. Dan daar, dat zijn allemaal films dat ik nog allemaal moet bekijken. Dus nog superveel. Dan hebben we hier een beetje Rocky. En Creed toestand. Dan hebben we hier Cobra. Dat zijn LP-singeltjes. Dat we op de rommelmarkt gevonden hebben. Dat is een spel kaarten van Die Another Day. Dan hier een beetje Transformers. Dat zijn de Classic Animated Series. Dat is hier de A-Team, al de seizoenen. 2 blikjes van Mortal Kombat. XR. Dan gaan we hier over Movie Matters, tas natuurlijk. Dan hebben we hier de foto van Jean-Claude Van Damme die mijn Blu-ray gesigneerd heeft. Van, hoe noemt hij die weer? Kill 'Em All. Zo. Voilà. Dan Black Adam die daar staat. Dan hebben we hier Mauriceke, mijn petekind, die de Kevin achterdoet van Home Alone. Zo, dan hebben we hier E.T. met nog een singleke erbij. Hasta la vista, luxe edition. Dan sta ik hier op de foto met een groepje van Uberdope. Een groepje dat ik al lang volg, dat super goede muziek maakt. Hier hebben we nog 2 ijzeren beeldjes van Street Fighter. Dat zijn hier 2 gesigneerde dvd's van Alex Agnew en William Bouva. Prime blikje. Nog wat
popcornpotten, tout bien blikje van Average Rob. Zo. Dan hebben we hier, dat is eigenlijk de schouw van die zo naar boven gaat. Voilà. En hebben we hier nog wat action figures hangen van de Turtles, van Star Wars, Suicide Squad, nog wat Turtles, Star Wars, Batman, enzovoort. Dan komen we hier aan de tv. Dat is een 75 inch tv van LG. Supergoeie tv, echt waar. En allee, echt perfect van grootte, want wij zitten meestal hier. Allee, meestal zit ik er wel alleen, want Anouk kijkt bijna, kijkt zo goed als nooit mee naar een film hierboven. Maar soms komt er een keer iemand op bezoek of zo, en dan kunnen we hier samen kijken naar een film of zo. Dus dan hebben we hier de Laserdisc speler met een versterker. Een 4K Ultra HD Blu-ray speler. Zo, dan het zwaard van Blade. Die daar staat. Hier liggen al de messen van Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4. En van de week heb ik dus ook gezien dat ik Rambo 2 nog altijd niet op Blu-ray heb. Dus ik ga daar ook een keer voor kijken. Dan hebben we hier een beetje grief van Aliens. Zo. Daar... Wonka, Mad Max, Top Gun, Maverick. Dat staat hier een beetje scheef. Zo staan, ja. Top Gun, Maverick. Dan Indiana Jones. Dune. Planet of the Apes en Godzilla en King Kong. Of Kong. Dan nog wat boeken, VHS. Cassetten, dan dat zijn mijn laserdiscs, Wonder Woman, Jurassic Park en Jurassic World toestand, The Walking Dead en Game of Thrones. Voilà zie. Voilà, ik denk dat ik alles een beetje getoond heb, wat hier allemaal staat. Dus ik ben er super super content mee met mijn movie room, omdat vroeger was dat dus hier gewoon dak met dakpan, dus we hebben dat volledig geïsoleerd, we hebben dat volledig platen tegengesmeten, we hebben daar, volledig geverfd, we hebben hier toch een vloer gelegd, we hebben hier elektriciteit gelegd, er is hier geen verwarming boven, maar sowieso, nu is dat hier meer dan warm genoeg. In de winter kan het hier wel fris zijn, maar dan doen we gewoon zo'n elektrisch vuurke, want ik heb toch zonnepanelen, dus ja, dat is allemaal geen probleem. En voilà, ja, dat was het een beetje. Ik ben super trots eigenlijk op mijn movie room. Laat een keer weten wat je ervan vindt in de comments. Ik vind het altijd geestig voor dan een keer te lezen. En voilà, dat was de video voor vandaag. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Je kunt dus abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat is volledig gratis. Je kunt mij ook vinden op Instagram. Official Pepe Blue. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. En dat zal misschien morgen zijn. We gaan het wel zien. Allee, salutjes hè. Yo, yo, yo.